Hallo Spengs, hier op Gamers, een aflevering van Pokémon Sapphire. We gaan lekker verder met Pokémon Sapphire. Dit is aflevering 24. Ik hou nu gewoon een keer de afleveringen bij. Holy moly! Oké, dan deze meneer wil me niet langs laten zien. Hij is een beetje boos. Maar heb ik hem al verslagen trouwens. Haha, lol. Route 119. Het gras is hoog. En die meneer op de fiets wil niet eens een Pokémon gevecht met mij. Wat een schande. Hij is een schande voor zichzelf. Ik stel voor gewoon een Rappel te pakken. We kunnen ook wat Pokémon vangen hier. We gaan eens even kijken of de Pokémon hier ons nog een beetje aanstaan, zeg maar. De Pokémon trainers staan me sowieso nu al niet aan, dus dat scheelt. Even kijken of we dat meisje kunnen onthouden. Een super repel. Nou, dankjewel spel dat je het me aanbiedt. Ik waardeer het gebaar heel erg. Oh, we zijn al op het einde van het grasveld. Zo groot is het niet. Een Zigzagoon. Van level 25 na, dan train ik mijn Zigzagoontje zelf wel over. Die twee levels vang ik hem niet. Later, een loser. Oké, dan. En deze kant op. Yay. What boobity-doo. Even kijken, wil deze weer nog battelen? Even als Duke of Flyby catching. Oh, fuck, mijn beurt Pokémon dan. Oké, nou er is een HM waardoor je kan vliegen. En hij hoopte dat hij dat lang geleden al wist. Wow, deze vrouw is dol op meeuwen. Hallo mevrouw, mag ik eventjes een hand schudden, een high five, een box en een bro fist? Ik heb gehoord van een cave genaamd de Grot van de Origin. Mensen rumoeren dat de spirits van Pokémon daar revive worden. Kan zoiets als dat echt gebeuren? Ik heb geen idee. Ik ga met wat meer praten. Pio? 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 Ik communiceer met de meeuw, jongens en meisjes. Ze begrijpen mij. Ik spreek hun taal. Maar dat is even niet belangrijk, want we gaan Pokémon spelen. En dan zeker daarbij dat gaan doen. Besjes. Het is besjes tijd. Besjesdag. 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 Twee lepra-bessen. Wil je lepra-bessen? Ja, eigenlijk zit een lepra-bessen, maar ik las lepra-bessen en lepra is grappig. Hahaha. Ziektes. Lol. Twee citrusberries. Woehoe! En de citrusberries zijn maar even in het pocketje. Nee, ik ga geen besjes planten. Ik hoor niet bij Greenpeace. Ik ga geen besjes planten. Oké, dan. Ik had op die site gelezen dat ik de team Aqua of Magma tegen ging komen. Nou, nog niet gezien hoor. Oh, ik heb al een Oddish. Heb ik al een Oddish? Ik kan me echt niet meer herinneren. Nou ja, fuck jou Oddish. Fuck jou. Oké, heb je zo mensen ontwijken op bergen en zo. Je weet hoe die dingen gaan. Oeh, dat ze mij niet gezien heeft is een wonder. Een wetenschappelijk wonder zelfs. Waar is team Aqua en waar zijn team Aqua en Magma nou eigenlijk? Ik heb geen idee. Ze laten wel een beetje van zich afwachten. Oh, al die mensen willen niet met mij battelen. Wat heb ik misdaan? Een hyper potion. Oké, we kunnen niet met de fiets op. Dus waarom zouden wij dat niet doen? We zouden gek zijn als we dat niet gingen doen. Ik heb liever niet deze fiets gehaald. Yay. Oké, daar zit iemand achter. Zie je dat? Vet super mega geheim verstopt. Even kijken. We gaan even achter deze meneer door. Oh, ik kan niet de fiets. Oké. Dat vind ik best wel logisch. Het gras is best wel hoog. Nou, we hebben echt nul Pokémon battles gehad tot nu toe. Dat is best wel awesome eigenlijk, om eerlijk te zijn. Om heel eerlijk te zijn vind ik dat awesome. Ah, daar heb je zo. Hier kun je die ene cast. De castvorm kun je hier vangen. Best wel awesome. En het is een vrouw. Een vrouw. Echt waar? Even met het kindje praten, maar. Toen ik aan het slapen was, ging iedereen naar boven. Nou, dat is ook lullig. Oké. Kom maar op, mevrouwtje van Team Magma. Oh, ze is gewoon... Ik dacht al dat ze de leider was. Nee, ze is gewoon een van de pionnetje in een duivelsplan. Wat doet een kind hier? Ik zou het niet weten. Oh, in het echt ben je veel dunner, mevrouw. Door de televisie leek u dik. Oh, dat zal toch niet. Het zal toch niet. Oh, die baby is vast. Mutschild, bitch. En je bent dood. Dat ook nog eens. Pleden via de team Aqua Grunt. Ik ga niet racistisch doen dat je een meisje bent, want meisjes is ook geen ras. Dat is seksistisch. Maar je begrijpt waar je gaat. Je hebt ook nog eens rood haar. Dus het ligt niet aan jou. Het ligt aan alles wat je doet eigenlijk. De baas raakt me geïnteresseerd in het onderzoek dat ze hier gaande hebben. Zo, hij heeft ons gestuurd. Het is best wel... Dus stop met huilen, zegt hij eigenlijk. Stop met irritant doen. Onze baas heeft interesse in dit onderzoek. Oké, dan. Kom maar op, meneer. Je hebt een mooi gestreept shirt aan. Je lijkt een beetje op een Fransman, maar dan kaal. Weet je wel. Je weet hoe die dingen gaan. Oh, natuurlijk heeft het weer geen effect op Zubat. Waarom? Alles wat vleugels heeft, houdt niet van Mudshot. Weer wat geleerd. Oké, surf dan maar. Nou heb ik erom gevraagd. Fuck jou, Zubie de Bad. Je gaat eraan. En er wordt gesurfd. Echt waar. En, oh, nog wat experience ook nog. Nou, een Poochyena. Kom maar op met die Poochyena. Ik pak hem en ik scheur hem open en ik dood hem. Dood hem. Dood het hondje. Nee, niet het hondje. En dood is het hondje.
Sorry hond. Het is niet jouw schuld. Het is mijn schuld. Iemand is opeens heel veel op één video aan het komen. Ik ben even aan het bijhouden. Maar het gebeurt niet te veel. Blaas het. Verblazen bij het kind. Wat? Het is nog nergens op. Ik ga even een van de kut Pokémon ons eerst doen. Dan kan ik nog een beetje levelen. Zullen we Pindaf even summeren? Hoeveel Pindaf al bij zo'n volgende level is? Oh, een beetje ver. Oké, Nikkels moet echt een keer goede aanvallen leren. Anders heb ik echt niks aan hem. Ik weet niet of het ooit nog gaat gebeuren. Ik betwijfel het. Oh, je kunnen we waarschijnlijk gewoon langs, of niet? Nee, dat kunnen we niet. Kut. Poep. De instituut onderzoekt het beer en ze nemen hem. Ze nemen hem. Bla bla bla. Ze nemen hem. Kom maar op, meneer die ook Fransman is, want hij draagt een polo. Jullie zijn allemaal Frans, want jullie dragen allemaal polo's. Water, polo? Nee. Jammer genoeg niet. Was het maar zo. Ik zet het even eens door, want het boeit me echt heel weinig namelijk wat hier gebeurt. Kom op, Pindavee, terug. Oké, we stoppen even met doorspoelen, want dat vinden heel veel mensen irritant en dan hoor je de mooie muziek niet. La 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 la, muziek. Hij is boos. Nee, niet boos zijn. Klap maar in je handjes, blij, blij, blij. Op je boze bolletje, allebei en je bent dood. Ook nog eens, Pindavee krijgt experience. Onze plannen worden beschimmeld door een kind. Spoiler is namelijk ook beschimmelen. Of over de datum gaan. Oké, okay, nou, nu we deze vent zo hebben verslagen, kunnen we hier tenminste langs. Oh, dat had heel weinig zin, maar deze vent is een omdraaier. Dat is een personaliteit, hè? Een omdraaipersoon. Haha. Oké, even met deze praten. Je gaat kloten met het team Aqua's affaires. Je bent absoluut. Fearless. Boos. Je hebt of geen angst, of je bent gewoon een idioot, zegt ze eigenlijk. Waarom had ik moeite met dat vertalen? Shelly, jij bent roodharig, Shelly. Waarom zijn alle mensen van Team Aqua Ginger? Ik weet niet. Dat maakt je gewoon evil, weet je? Dat maakt je evil. Jij kan geen goede aanvallen, dus wisselen we jou gewoon in voor aardappeltje. Ik weet niet, één persoon is op al mijn Minecraft-video's aan het komen, dat is super faal. Ik weet niet, dat is cool of zo. Cool! Hij kijkt ook alle video's een paar seconden en dan zegt hij super faal. Weet je, dat is interessant. Dat doe ik ook altijd. Super faal, volgende video. Super faal! Nou, je hebt de hele video waarschijnlijk niet gezien of je kan tijdreizen. Dat zou best wel cool zijn als ik fans heb die kunnen tijdreizen. Maar ik denk niet dat dit een fan is, want hij vindt alles een super faal. Hij is niet snel onder de indruk van een faal, want hij vindt het al snel een super faal. Eigenlijk is hij dus wel snel onder de indruk van een faal. Hij is een faal optimist. Hij ziet het goede in een faal. Want hij vindt het meteen een super faal. Dit is echt het slapste gelul ever. Oké, nou wisselen we nog even één keertje voor aardappel. Voor de laatste keer. Aardappel incoming. Go. Kom dan maar, Tiana. Met je bite. Pff. En een mudshotje voor jou. Hotstuk idee. In je bakjes. Eet gebakjes. Oh, hij leeft nog. Dat is kut. Dit ziet eruit als een taak voor internet. Nee, serieus. Zelfs internet zou deze taak nog kunnen oplossen. Ik was boos geworden als hij hier een restore had gebruikt of een hyper potion. Maar dat deed hij niet. Pindafee, level up! Ah, dat begint 384 experience points. Aqua admin Shelly. Oh, zij is wel de admin. Je bent vies sterk. Oké, dank je. Team Aqua plannen, vergeet het niet. Yay, een onderzoeker, dank's. Door jou zijn we veilig. Het is misschien een rare manier om je te bedanken, maar neem deze Pokémon. Je hebt niet genoeg ruimte voor deze Pokémon. Waarschijnlijk moeten we dan terug naar hem. Ik denk dat hij ons een castvorm gaat geven van level 25. Dat was een van de laatste Pokémon's die ik kreeg. Maar castvorm is echt een vette Pokémon. Ik weet niet of hij ons ook die castvorm gaat geven. Ik denk het wel. Ik denk dat het nog even chill is om die op te halen. Ik weet niet of dit een werkende computer is. Dan zal ik eens gewoon een tv'tje. Oh, deze werkt echt. Nice. Oké, doe eventjes iemand weg. Je moet sowieso internet nog vervangen voor nieuw internet. Doe ik even Nicholson weg, doe ik toch een flikker mee. Even een Pokémon meenemen. Internetje. Kijk, ik heb nog een Trapinch. Alleen die heb ik dat ook niet Pindavee genoemd toen ik het opnieuw ging doen. Want tussen de opnames door. Dat was heel lullig. Was al van lalida, klaar met opnemen. En toen deed ik per ongeluk load state in plaats van save state. En ik had echt 3 afleveringen achter elkaar opgenomen. Dus die was ik allemaal kwijt. Dus moest ik allemaal opnieuw doen. En toen had ik weer een Trapinch gevangen. En ik was een broek vergeten Pindavee te noemen. Dus dan heb ik 2 Trapinchen. Yay! Even die kerstvorm ophalen. In principe kunnen we hem in ons team halen. Hij is wel 5 levels hoger dan onze Kadabra.
Dat is waar, maar Kerstboom kan niet echt heel veel of zo. Nou, we kunnen even kijken wat voor aanval die allemaal heeft en of er nog wat in zit. Ja, maar het coole aan Kerstboom, zoals we nu inderdaad zeggen, hij verandert als je met weercondities. En het kan heel cool zijn als je bijvoorbeeld echt een item. Take. The bag is full, the Pokémon item cannot be removed. Hoe kan mijn bag nou weer vol zijn? Nou, we gaan zo even naar een winkel of wat shit verkopen. Maar we hebben Kerstboom nog eventjes bij ons. Hij is best wel cool als je een team hebt met bijvoorbeeld Kyogre of Groudon. Want die hebben, als je ze neerlegt, bij Groudon is het automatisch zonnig. En bij Kyogre is het automatisch regenig. En dan verandert Kerstboom van vorm. Dat is cool. Zien we wat te doen? Nope. Hier was net team Aqua. Hier is water. Nou, daar kunnen wij natuurlijk in principe doorheen. Nou, daar niet, daar is een waterval. Dat is even iets anders. Oh god, daar heb je dat irritante kutkind op de fiets weer met zijn Skeptile. Die me de hele tijd dood maakt, 3 afleveringen lang. Ik haat jou, Brandon. Dus dit is waar jij zoekt naar Pokémon. Laat me zien hoe goed je bent geworden. Ik ga je testen. Nu, het is een gevecht. Zo, dus vecht. Het is een gevecht, dus vecht. Oké, dankjewel voor die logica, Brandon. Shit, just got real. Trainer Ben zelf nummer. Zo, 2005. Ik ga even eerst mijn dinges healen voordat ik hem erin gooi. Dus eventjes een Hyper Potion, ja. Eventjes op een aardappeltje gooien. En dan wissel ik aardappel in. Ik ga gewoon aardappel gebruiken. Behalve voor Skeptile, dan gebruik ik eventjes Rick of zoiets. Dat werkte de vorige keer ook heel goed tegen zijn Skeptile. Als hij nog niet geëvolueerd is, is de derde vorm. Nu ga je eraan. Nou, je zoekt ruzie met de verkeerde personen, Brandon. Je moet niet fokken met mij, want dan krijg je problemen. Nee, serieus, je krijgt problemen. Kom dan. Zie je, wat doet hij nou eigenlijk? Wat ben je nou eigenlijk aan bereiken hiermee? Nou ga je dood, nummer. Dat is leuk je gezien te hebben en zo, maar je bent best wel dood. Sorry, man. Later. En dood was het schildpadje. Pindafake krijgt experience. Oké, een growth file. Ja, wil ik van Pokémon veranderen? Jazeker. Wij gaan internet van level 30 gebruiken. Dat doe je altijd, weet je. Een level 30 Pokémon tegen... Nou, die van hem zal ook wel level 30 zijn, ongeveer. Nou ja, hij moet sowieso level 36 zijn, anders... Oh, het is nog een growth file. Laat maar. Hij heeft best wel kut aanvallen. Behalve Wing Attack dan. Vooruit hem maar. Hij is maar 1 level hoger trouwens. Best wel nice. Dus we moeten makkelijk kunnen winnen, denk ik. Rieker uit Wing Attack. Fuck jou. Oh, niet slecht, niet slecht. Waarschijnlijk gaat hij wel van die potions gebruiken en zo, daar niet van. Mesblad, ja, dat wordt in de serie al veel gebruikt. Bijvoorbeeld, wat? Het is niet eens super effectief. En je bent fucking 1 level hoger. Explain. Leg uit hoe je dat doet. Oh fuck, nou gaat hij een potion gebruiken en dan heb ik problemas. Dan gebruik ik yoghurt, gewoon omdat hij een vuurpokémon is. Dan kan ik hem misschien ernstig verbranden, ernstige brandwonden. Och, gelukkig. Nee, leef. Kom op, yoghurt. Yoghurt, overleef. Yoghurt, please, 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 please. Yes, oké. Hit hem met Ember. Later, kutnoob. Gepoond. Oké, dus dat is de beste Pokémon voor mijn doen. Omdat ik allemaal waterpokémons. Omdat ik een hele sterke waterpokémon heb en de rest is kut. Was dat zeker niet zelf. En Wilmer doe ik gewoon aardappel en dan doe ik de wereldberoemde Mudshot aanval. Ik weet niet eens wat die werkt op Wilmer. Mudshot werkt op zoveel Pokémon's niet dat ik het echt niet meer bijhoud eigenlijk. Maar ik geloof dat Mudshot aardig goed werkt op Wilmer. Dus fuck jou, Wilmer. Fuck jou. Oh, de bal beweegt echt heel langzaam. Hij deed wel veel damage, maar de bal is... Oh nee, geen waterpearls. Ik ben een waterpokémon. Dat doe je toch niet? Nou, ik wel. Oh, mijn Mudshot is op. Tackle. Waarom zou je Mudshot doen als je ook tackle kan doen? Jemig, de pemig. En we hebben veel flauw. En aardappel ging naar level 41. Gefeliciteerd, aardappel. En Brandon is verslagen. Ach, mijn 3 Pokémon. Je bent best wel ernstig decent geworden. Decent. Decent sauce reclame overal. En als je nu denkt, Rick, wie is Decent Sauce? Dat zou best wel eens kunnen dat je dat niet weet. Dat zou heel ernstig zijn. Dan moet je nu naar het kanaal van Decent Sauce. Ik ga geen link in de beschrijving zetten, maar ik lui ben. En we krijgen Fly van deze event. Oké, dan is het waard. Aan wie gaan we Fly leren? En natuurlijk aan Rick, de Meeuw. Je moet wel even naar het kanaal van Decent Sauce, jongens. Dat is een hele goede kerel en hij maakt video's op YouTube. Daarom hebben sommige mensen op YouTube mijn kanaal, maar ik zou nog eens video's. Wie had dat kunnen verwachten? Oké. Mist. Waarom de fuck zou ik de move mist willen kunnen? 1, 2, 3 en poef! En I need fly. Ik moet internet zometeen nog wel wat moves leren, zoals cut en zo. De nieuwe internet, weet je wel, de nieuwe provider. Maar dat komt later nog eventjes. Oh, kut, had ik zo kunnen zien aankomen. Om je te verstoppen in de schaduwen en leven in de duisternis. Dat is mijn bestemming. Mijn leven. Ik kom tevoorschijn om je uit te dagen. Oké, dan. Dat is mooi. Wow.
Jij bent klein en je hebt rood haar. Wat heeft Pokémon Sapphire met rood haren? Ik zou zeggen, doe alle rood haren nou een Pokémon Ruby. En doe alle blauw haren nou een Sapphire. Maar nee, gewoon rood haren. Fuck jou, Rick, je krijgt alsnog rood haren. Een Ninjask is wel een vette Pokémon. Dus verraad hem aan. Oeh, een zwaarddans. Hoe durf je? Ik weet niet of Mudshot werkt, maar we doen gewoon Mudshot. Maar dat kan niet eens, want Mudshot is op. Dus doen we Surf. Ook goed. Surf mag er ook wel wezen. Kom maar op, Ninjask. Hotsiki flotsiki. En au, zei de Surf aanval. Pindafaker 447 experience points. Ninja boy boy. Ik geef toe aan mijn verliesheid. Ik geef toe aan mijn verlies. Aan mijn verslagen. Oké, nou ik stop hier denk ik even met recorden. Ik wil nog wel naar die Bash Studio Penis liken, maar dan moet ik eerst langs naar zijn bomen en dat vind ik irritant. Is het niet waard? Hier is het Pokémon Center. We zijn in Fortree City. En daar is een gym. Een vlieg Pokémon gym. En dat zien we allemaal de volgende aflevering, hoop ik. Ik denk dat we de volgende aflevering de gym nog niet gaan redden, want je kan de gym namelijk niet in. Ik zal even laten zien wat er namelijk gebeurt. Laat jullie even zien wat er gebeurt als je de gym in wil. De Fortree City Gym. Oké, daar gaat hij dan. Ik geloof dat de gym hier is. Nee, niet eens. Waar is die kut gym? Daar is hij. La 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 la. Hoe kom ik bij die gym? Ik heb geen idee. Vraag het aan Jim, maar dan met een J en een I. Haha, dat is grappig. Ja, ik weet. Dat is super grappig. Mijn oma heet Frits. Kijk, je kan hier niet langs. Iets wat je niet kan zien, zit in de weg. Dat is namelijk een Kecleon, weet je wel. Die Pokémon, die kan onzichtbaar worden. En hij staat voor de gym. Wat een lul. Volgende aflevering gaan we dus Kecleon eventjes zichtbaar maken. Zodat wij naar de gym kunnen. Ik weet niet of we de gym nog gaan redden. Misschien komen we tot de gym leader of zoiets. Ik weet nog niet. Ik bedank je voor het kijken van deze aflevering van Pokémon Sapphire. Vergeet de video niet te liken als je het leuk vond. Zie ik bij de volgende aflevering van Pokémon Sapphire.